Sensara ondersteunt alleenwonende ouderen met het veilig en gezond langer thuiswonen. In deze video leggen we u graag uit hoe u daarbij de smartphone-app van Sensara Homecare kunt gebruiken. De Sensara Homecare-app kunt u eenvoudig downloaden uit de Apple of Google Store en installeren op uw smartphone. Met deze app krijgt u toegang tot Sensara. Bijvoorbeeld de welzijnsmelding dat er 's ochtends na een nacht slapen weer activiteiten zijn in de woonkamer. Een dergelijke melding geeft veel rust voor diegenen die zich iedere dag weer zorgen maken, maar niet in de gelegenheid zijn om dagelijks langs te komen. Voor de ouder is het ook een gerust gevoel, omdat hij of zij niet pas na dagen wordt gevonden als er wat aan de hand is. In het nu-scherm ziet u namelijk aan de groene kleur dat er geen bijzonderheden zijn. En bovenin het scherm ziet u de laatste activiteit die Sensara heeft gezien. In dit geval om 6:15 voor het laatst gezien in de woonkamer. Als u wilt zien wat er eerder op die dag gebeurd is, dan drukt u rechtsonder in het scherm op activiteiten. Daarmee komt u in het activiteitenscherm en ziet u de eerdere meldingen. U hoeft niet continu naar deze informatie te kijken om te zien of er wat aan de hand is. Dat doet Sensara namelijk voor u. Sensara houdt dag en nacht een oogje in het zeil. Als er iets aan de hand is, waarschuwt Sensara u door een alarmbericht naar uw telefoon te sturen. Het is een veilig gevoel dat u niet pas na dagen iemand onderaan de trap vindt of in de douche na een valpartij. U heeft ook de mogelijkheid om deze alarmen naar een zorgcentrale te laten sturen. Een zorgcentrale ondersteunt u hier graag mee als u zelf niet dag en nacht bereikbaar bent. Sensara houdt ook de langzame veranderingen over de afgelopen maanden goed in de gaten en heeft daarmee een goed beeld over hoe het met uw gezondheid gaat. Als het nodig is, vraagt Sensara uw aandacht daarvoor door een melding naar uw telefoon te sturen. Door links onderaan het scherm op trends te drukken, komt u in het overzicht met de trendinformatie die Sensara hiervoor gebruikt. Als u daar bijvoorbeeld de loopsnelheid selecteert, ziet u dat deze de afgelopen weken sterk is afgenomen. Belangrijke indicatie van een verhoging van het valrisico. U kunt deze informatie ook met uw arts of wijkverpleegkundige bespreken. Zij kunnen u adviseren welke maatregelen u kunt nemen om langer, veilig en gezond thuis te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld bij een verhoging van valrisico en bij een verstoring van het slaapritme. Met Sensara beschikt u over een personenalarm en een welzijnsmelder in één apparaat. U bepaalt zelf wie wat kan zien. U kunt het instellen door links boven in het scherm op het tandwieltje te drukken. Onder notificaties kunt u de alarmmeldingen selecteren. Onder activiteiten de welzijnsmeldingen. Zo kunt u andergelang u meer zorg nodig heeft, diegenen die voor u zorgen, eenvoudig een oogje in het zeil laten houden. Sensara ondersteunt alleenwonende ouderen met het veilig en gezond langer thuis wonen. U als ouderen hoeft niets te dragen, in te stellen of op te laden. U als mantelzorger krijgt meldingen als hulp nodig is en u kunt ook zien dat het goed gaat. Een gerust gevoel. Kijk voor meer informatie op onze website, waar u ook een folder en handleiding kunt downloaden. Of bel ons met uw vragen op 085 78 23 450.